werk om veel verschillende takken van plantmeten kan aanbieden, dus ook kan laten zien aan een stagiair. Doordat ze zoveel kunnen aanbieden, kan ik ook als stagiair bij alle verschillende takken gaan kijken en later nog bedenken waar dat ik verder in zou willen verder gaan. Dan zou ik direct zeggen ja. Ze proberen nu daar wel echt te betrekken als stagiair bij zoveel mogelijk verschillende opdrachten. Ze gaan er echt naar kijken wanneer is er nog eens een job van bijvoorbeeld laserscannen in de buurt, dat ze u daarmee kunnen meesturen of van iets anders, zodat je bij toch wel veel verschillende dingen kan gaan kijken. En dat vind ik wel fijn aan een stage, dat je echt verschillende dingen kan gaan doen en dat je niet bijvoorbeeld een aantal weken echt hetzelfde moet gaan doen, dat je achteraf nog kan beslissen van kijk, daar of daar wil ik nu in verder gaan. Dus dat vind ik echt wel heel fijn dat Tekkon dat zo wil doen. Dat ze u veel zelfstandig laten doen. Je zou kunnen zeggen van, ik doe hier stage en ik kijk dag in dag uit naar iemand die het werk voor je doet. Of je zou kunnen zeggen, ik ga gewoon meewerken in het bedrijf. En daar leren we nog altijd het meeste van, denk ik. En dat is ook wel wat ze daar proberen. Het is deel uitmaken van grote opdrachten. Als je nu zou zeggen, ik heb 2 of 3 weken aan een weg gemeten en achteraf kan je dan echt zeggen van, kijk, dat is nu echt klaar, dat is een grote opdracht. Als die weg dan opnieuw wordt aangelegd en dan zie je de veranderingen in de opdracht en kan je ook echt gaan zeggen van, kijk, daar heb ik aan meegewerkt aan dat project, dat is wel iets om trots op te zijn. Het tegenovergestelde vind ik ook heel fijn, dat ze bij Tekkon ook kleinere opdrachten aannemen, voor bijvoorbeeld particuliere mensen die een grensbepaling willen laten doen of zo door een landmeter. Wat ik ook heel leuk vond bij Tekkon is dat ze u vooral verantwoordelijkheid geven. En ze willen er ook echt. De bedoeling is daar aan de stage dat je veel verschillende dingen kan gaan bekijken, maar dat je ook echt meedraait in het bedrijf. Bijvoorbeeld, ik heb dan een eigen toestel gekregen waar ik zelf mee kan gaan opmeten. Op een bureau maak ik zelf eigenlijk de tekeningen van de delen die ik opgemeten heb, die natuurlijk uiteraard wel gecontroleerd worden nog, maar dat je zelf echt kan meedraaien in het bedrijf. Dan zou ik niet direct op die vraag kunnen antwoorden. Door de vele variaties in het werk en de zelfstandigheid heb ik me daar eigenlijk nog niet verveeld. Als ik advies zou mogen geven aan studenten die een stage overwegen bij Tekkon, dan zou ik zeggen, zeker als je iemand bent die verschillende takken van het landmeten nog wil bekijken en die nog niet zeker is in wat dat die later, waar dat die in voort wil gaan, dan zou ik niet twijfelen. Ik zou gewoon eens gaan praten met de mensen van Tekkon. Die gaan ongetwijfeld nog meer kunnen vertellen over wat ze doen bij het bedrijf. En voor de rest, succes bij het vinden van een stageplek voor iedereen.